Het stripboek gaat over outsourcing, het uitbesteden van werk aan een ander. Er is een Nederlandse en Engelse versie. De plaatjes moeten volgens de stripboekenprofessor de discussie op gang brengen. Nou, ik merkte gewoon dat het voor studenten heel erg moeilijk was om complexe problemen te begrijpen. En daarom dacht ik, van als ik er nou tekeningen van maak, dan kan ik dat veel beter en logischer gaan uitleggen. Hou jij een beetje van strips? Nee, helemaal niet. Maar op zich, ja, zo is het wel leuk. Het is heel kort. Als het natuurlijk hele lange verhalen worden, dan is het anders. Ja, het was me eigenlijk nog niet eens opgevallen dat het zo anders was dan anders. Ik ben wel een visuele leraar, dus dan spreek de plaatjes mij spreken mij altijd meer aan dan gewoon iets, een tekst lezen of zo. De hoogleraar bedacht het verhaal in 20 dagen en zette daarna een striptekenaar aan het werk. Het stripverhaal gaat over een bedrijf dat een beetje in zwaar weer gekomen is en op basis daarvan gaat nadenken of ze hun informatietechnologie, hun computer zeg maar, niet zou willen gaan uitbesteden. Ik denk niet dat we dom worden, maar dat we wel... Dat je niet alleen naar een les wil komen en dat de docent iets tegen jou zegt en dat jij zegt, oh oké. Okay. Je moet echt een stapje verder gaan en dan denk ik dat je met een stripboek al een aardig eindje op weg bent. Want dan moet je echt analyseren en kijken, ja, wat wordt er nou gezegd? Zijn studenten nou steeds dommer aan het worden? Nou nee, dat denk ik zeker niet. Wat ik ook wil doen is, ik wil het gebruiken in aanvulling op reguliere literatuur die we hier gebruiken. En het werkt alleen goed om de discussie los te krijgen. Er komt ook een Japanse versie, want Japanners zijn dol op strips. En een Duitse versie, omdat dat een grote markt is. Het blijft nog altijd een professor economie.